De vraag die vaak gesteld wordt is hoe je in familiebedrijven digitaliseringsprojecten eigenlijk kunt implementeren of hoe je ervoor kan zorgen dat het familiebedrijf in de huidige digitaliseringstijdperk ook mee is. Dus om te vermijden dat er eigenlijk disruptieve projecten zijn waardoor dat men eigenlijk van vandaag op morgen eigenlijk helemaal buitenspel gezet wordt. In een familiebedrijf is dat altijd geen evidentie, omdat men vaak de business doet zoals het in het verleden altijd werd gedaan. En dan heb je nog eens de generatiewissel, die maakt dat dat vaak de generatiewissel te laat komt of niet synchroon verloopt met eigenlijk de digitaliseringsprojecten die zich manifesteren. Wat wij zien in een aantal succesvolle familiebedrijven is dat wanneer de vader zijn zoon in het bedrijf actief laat worden, of dochter, laat dat duidelijk zijn, niet alleen de zoon, maar ook de dochter, dat men vaak hem of haar een pilootproject geeft. Dat is ook zo in een reële casus gebeurd, een aparte vennootschap opricht, daar laat experimenteren. Men noemt dat dan een pilootbedrijfje, die dan uiteindelijk wat men noemt extern mag gaan experimenteren. Het is het familiebedrijf dat dan ook extern goed geconnecteerd is. En op basis daarvan eigenlijk zorgt dat hij mee is met de digitaliseringstijdperk. En dan hebben we ook gezien in die casussen dat als er een overdracht gebeurt, dat zoon of dochter dat bedrijf eigenlijk verder uitbouwt. Meer zelfs dat dat bedrijf de core business wordt van het toekomstig familiebedrijf en dat de oorspronkelijke core business eerder op dat vlak een zijdebusiness wordt. Dus eigenlijk is de boodschap van zorg dat je als familiebedrijf goed extern geconnecteerd blijft met de buitenwereld. Zorg dat je op de hoogte bent van alle trends. En hoe doe je dat? Je moet dat niet altijd als pionier, als ondernemer zelf doen. Maar zeker in het kader van generatiewissels kan je eigenlijk zoon of dochter motiveren met vooral die opdracht te geven tijdens hun traject binnen het familiebedrijf. Zodanig dat wanneer de overdracht geregeld wordt, het bedrijf ook mee is met de nieuwe digitale trends en daarop ook kan verder surfen.